Kikkers behoren tot de gewervelde dieren. Ze hebben vier poten, maar geen staart. En verschillen hiermee van de meeste andere amfibieën. Kou met 5 letters. Tocht. Alles goed met je? Er is nog steeds die kabouters aan het knutselen. Doe er de groeten van, hè? Gat in de grond met 4 letters. Graf. Oud gereedschap met 4 letters. Gaan we slapen? Ah, tang. Walter? Ja? Die man. Die ligt daar nog. Ja? Ik wil die eigenlijk niet in mijn huis hebben. Ja? We zouden hem kunnen begraven. Begraven? Goedendag, buurvrouw. Goeiedag.
Alles staat weer op zijn plek, zie ik. Alles staat weer op dezelfde plek. Maar wat doen we met Wimpy? Natuurlijk wel een beetje netjes uitzien. En een beetje water. Helemaal perfect. Mooi zo. Prachtig. Wat komt u weer doen, meneer? Ik ben hier omdat mijn maat afgelopen nacht in de buurt gewerkt heb. En ik vraag me af of jullie hem gezien hebben. En wat voor werk mag dat dan wel niet geweest zijn? Klusman. Wij hebben niemand gezien. Ik stel voor dat u nu weggaat. Ik eis dat u onmiddellijk weggaat. Ik ga hier niet weg voor ik hem gevonden heb. Zo. Opgeruimd staat netjes. Hé, hey, buurtjes. Lekker bezig met de tuinkabouters. Ziet er leuk uit hoor. Vrolijk. Hij was wel een onwijze herrie bij jullie vannacht, zeg. Hey, jeetje, Mina. Potje gevochten samen of zo? Het is echt... Ja, niet dat het bij ons ook niet gebeurt hoor. Ik bedoel, ruzie kan overal gebeuren. Kijk, bij ons zijn de kinderen de deur uit, hè. En dan merk je meteen, heb je veel te veel tijd voor elkaar. Zitten we elkaar op elkaars lip. En dan krijg je snel dat je begint te matten, hè. Wat ga je harder doen? Goedemiddag. Sorry, mevrouw. Inderdaad, de laatste vraag voor 10.000 euro. Het is in de categorie amfibieën. Ben je daar een beetje bekend mee? Ja, amfibieën, jawel. Oké. Nou, dan komt-ie. De laatste vraag. Hoe heet de oprekbare huid van de mannetjeskikker die hij opblaast wanneer hij een vrouwtje lokt? Poeh. Jimmy. Het is geen makkelijke vraag voor die 10.000 euro. Ik weet niet zeker, maar ik geloof... De Lockhart. En dan gaan we kijken of dat het goede antwoord is. Nee! Oh! Jimmy! Dat is niet goed. Het juiste antwoord had moeten zijn... Kwaakblaas. Het juiste antwoord is... Kwaakblaas. Wat heb ik toch een slimme man. Heb ik toch nog wat opgestoken van al die documentaires, hè? Frans, lekker in de tuin bezig. Ja joh, werk staat nooit stil hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik zie dat jullie ook lekker bezig zijn. Hoe bedoel je, weerman? Al die tuinkabouters.
hoe meer in jullie tuin, hoe stiller het hier in de wijk is. Nou ja, je weet hè, de hobby van mijn vrouw, je weet hoe dat gaat hè. Walter, wat doe je? Waarom doe je alles dicht? Hij heeft ons door. Wie? Wie heeft ons door? Frans, de overbuurman. Die heeft ons door. Frans? Hey God, die doet toch geen vlieg kwaad? Nee, dat weet ik wel. Maar hij heeft ons wel door. Hij begon over de verdwijning van de mensen in de buurt en onze tuinkabouters en... Oké, vooral rustig blijven. Rustig blijven? Wat kunnen we nou doen? Goeiedag, buurman. Mogen wij misschien even binnenkomen? Ach, wat een aangename verrassing natuurlijk. Kom binnen.